Kleuters van kindcentrum De Kastanjelaar in Milhezen zagen vrijdagochtend een heuse maïszakselaar voor de school verschijnen. Dit was naar aanleiding van Rens Heesmans uit de groep van juffrouw Helma. Voor de zomervakantie zijn de kleuters naar loonbedrijf Nooijen in Milhezen geweest, naar aanleiding van een techniekdag. De eigenaar van het loonbedrijf is de opa van Rens. Rens bracht in mei maïskorrels mee naar school en samen met de klas hebben ze deze gezaaid. Rens kwam zo ook op het idee om zijn opa en zijn vader te vragen als de mais rijp was dat zij deze kwamen hakselen. En vrijdagochtend was het zover. In de klas liet de 5-jarige Rens foto's zien hoe het land werd bewerkt, de mais werd gezaaid en daarna werd gehakseld en waar de mais voor dient, veevoer namelijk. Daarna gingen de kinderen naar buiten kijken bij de mais die ze gezaaid hadden en vol verwachting keken ze naar de komst van de grote machines. Omdat de hakselaar niet bij de mais kon komen, moest deze geknipt worden door de opa en de papa van Rens. De kinderen zorgden ervoor dat de mais bij de hakselaar terecht kwam. Daarna begon het grote werk en Rens Heesmans vertelt wat ze gingen doen. Hey Rens, hier staat een hele grote maiskneuzer. Wat gaan jullie precies doen met het kindcentrum De Kastanjelaar? We gaan mais hakselen. En hoe gaat dat in zijn werk? Want hebben jullie dan op school mais gezaaid? Ja. Wanneer heb je dat gedaan? In de zomer. In oktober. En is die mais goed gegroeid? Ja. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Kun je dat eventjes uitleggen? Je gaat in de hakselaar en komt in de wagen. Dus jullie gaan zo meteen, of ja, jullie niet, dadelijk je opa en je papa, die gaat eigenlijk de mais in de hakselaar duwen. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Want wat komt er dan uit? Mais. En dat is weer voor? De koeien. Kijk, en dat is heel... Maar hoe weet jij zoveel van dit soort dingen? Doet jouw papa werken op een tractor? Ja. En jouw opa, heeft hij ook iets met een tractor dan? Ja. Wat heeft hij dan? Een loonbedrijf? Ja. En dan ga jij later ook werken als je groot bent? Ja. Ja. Gaan we nu eventjes alles hakselen? Ja. Nou, succes jongen. Toen de hakselaar zijn werk had gedaan, zagen de kleuters dat de stengelsmaars kortgemalen in de kar lagen. De papa en opa van Rens werden bedankt door de kinderen die daarna weer naar de klas gingen en een volgend project in de werking gingen zetten.